Dit is Back to Your Roots. In deze serie volgen we gedreven Groningers die stad en ommeland ver achter zich lieten om hun passie na te jagen. Ondanks hun succesvolle carrière besloten zij om terug te keren naar het noorden, naar de plek waar het allemaal voor hen begon. Ook ik keerde terug naar een carrière in de Randstad en ik ben benieuwd wat anderen drijft om hetzelfde te doen. Mijn naam is Steven Smit en vandaag ga ik op bezoek bij sportjournalist Leo Wassink, die nu werkt bij RTV Noord. Ik ben in Meerstad en dat is een echt uit de Groningse klei opgetrokken wijk hier onder de rook van Groningen stad. En ik ga op bezoek bij Leo Wassink. En dat is iemand die net als ik carrière heeft gemaakt in het Westen. Maar hij besloot letterlijk van de ene op de andere dag, ik wil terug naar Groningen, terug naar mijn roots. En ik ga hem vragen hoe dat zit. Dag Leo. Hoi Steven. Mooi. Hoi. Leo. Fijn dat ik even langs mocht komen. Ja, tuurlijk. Ja, het is eigenlijk voor mij best wel een onbekende plek, Meerstad. Ik dacht misschien is het wel leuk om even eerst een rondje te maken. Ja, ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig. Ja. Is het goed? Is goed. Jij komt hier natuurlijk oorspronkelijk uit Groningen, maar wel echt uit de provincie, hè? Uit Delfzijl. Delfzijl, ja. Dat is het begin van de wereld. En oh, het begin van de wereld. Ja, niet het einde van de wereld, nee. Oké. Okay. Ja, ik heb daar tot mijn 18e gewoond. Ik heb een fantastische jeugd gehad. Ik kan niks anders zeggen. Heel positief. Heel veel vriendjes, vriendinnetjes, voetbal, kroegen, discotheek. Alles was er. Je bent op je 18e, zei je, Delfzijl. Vertrokken. Waarom was dat? Ja, ik was als klein kind al bezig met langs de lijn luisteren op de radio. Cassettebandje erin en dat ging ik dan uitwerken. Oh, dat was toen zat, want je bent later de sportverslaggeving ingegaan. Ja. Dat was toen al als kind, ja. Deed je dat, ja, eigenlijk al? Ja, ja, daar heb ik wel in geïnteresseerd, toen al, zeg maar. Maar hebben jullie nou pas echt serieus net in de winkel hier? Ja. Oh, dat lijkt me wel echt een zegen. De enige faciliteit, zeg maar. Kijk, dat wordt een nieuwe school, basisschool. Er komt een sporthalletje in. En dan hoop ik dat er natuurlijk ook een bar in komt. Ja, precies. De buurtkroeg. De buurtkroeg, ja. Vooral in de zomer is het hier gewoon een recreatiegebied. Gewoon een vakantiegevoel. En wat volgens mij wel grappig is, want ik ken het uit Groningen vooral als plekken wat eigenlijk helemaal van het gas af is. Klopt ja. Dat? Ja, nu zijn nieuwbouwwoningen, wijken in Groningen sowieso van het gas af. Hè. Alleen Meerstad was daarin een van de eerste. Ja. Dus wij hebben een compleet gasloze woning, ja. Kijk, in Loppersum bijvoorbeeld staan ook prachtige huizen. Alleen durf je het aan om daar een huis te kopen? Ja, met het risico dat het huis aan alle kanten beeft en scheurt. En dat het weer in de stijgers moet. Maar in Meerstad heb je dat niet. Ik vind de stilte en de wijsheid van het land ook gewoon... is onderdeel van mijn DNA. Ik red me daar wel mee. Ja. Ja. Heel veel meer heb je dan niet nodig eigenlijk. Nee. Als ik hier naar de stad ga bijvoorbeeld, ik kom altijd iemand tegen. Altijd. Ja, dat is een soort dorp, hè? Een dorp, ja, eigenlijk. Ja, ja. Qua gevoel. En dat was in het Westen natuurlijk was het wel heel anders, ja. Nou, in het Westen heb ik altijd het gevoel gehad van, wat zijn hier toch ontzettend veel mensen. En wat vond je van Meerstad? Ik vind het wel wat hebben. Ik wil het wel een keertje zien wanneer het zomer is hier. Ja. Want je ziet gewoon met alle stijgertjes en... Ja. Hallo! Hallo! Ja, mogen we binnenkomen? Nee! Nee? Oh, nee! Gaan we het toch doen. Ja. Wil je koffie? Lekker, heerlijk. Is dat knolskoek? Ja, zeker. Hebben we. Dat is mijn vriendin. Hi, Steven. Hallo. Dit is onze jongste dochter, Jun. Hi. 6 maanden. Wat een schatje. Je vertelde dat je een baan had bij RTV Noord. Ja, als freelancer bij de sport. Ik was daar blijven hangen na mijn stageperiode. Die heb ik bij RTV Noord gelopen. Alleen in die tijd waren werkgevers niet heel happig op een contract. Een jaarcontract, laat staan een vast contract. Dus was het vooral freelancen. Dus ik steeds zo geloof ik. Ja, in de mediawereld wel veel. Ja, klopt. Hallo. Ja, schat. Knolskoek, lekker. Dankjewel. Kijk, echt Groningse lekkernij natuurlijk. Veel mensen uit het Westen die nu in de journalistiek werken, bijvoorbeeld Wilfred Gené, om maar even de bekendste te noemen, en Mark van Rijswijk, een voetbalcommentator. Ja. En die leerde ik ook kennen. Grote naam. Die zoeken heel veel redacteuren, want er komt een voetbalzender met Eredivisie en Eerste Divisie. En zodoende heb ik gesolliciteerd dus. En ik kom naar het Westen. Nou, wat vond je vriendin daarvan dan? Van het idee dat jij dat jullie die kant op moesten? Ja, zij moest wel even slikken. Zij had haar leven natuurlijk hier ook. Alleen ze stond wel achter mij en ze wist ook al wel, sinds we een relatie hebben, wat voetbal voor mij betekent. En ik zei ook, daar heb ik nu nog wel spijt van. Trek je er maar even niks van aan, dit is ons leven nu. Hè, want ik was zo gefocust op mijn baan. Achteraf vind ik dat best wel pijnlijk dat ik dat zo heb doorgezet. Want zij was in die beginperiode heel ongelukkig.
Terwijl ik heel gelukkig was met mijn baan. Toen zij eenmaal ook een baan had en dus ook sociale contacten, toen zat zij lekker in haar vel. Dat was na 2 jaar, zoiets. Als we op stap gingen in Amsterdam of waar dan ook met collega's en we werden wel eens gevraagd, waar kom jij nou vandaan? Nou, ik zei gewoon Delfzijl, daar ben ik trots op ook. Ja. En waar ben je dan trots op? Dat ik Groningen ben. En wat is dat dan? Groningen? Gewoon normaal doen. En als jij wakker lag in bed en dacht aan Groningen, wat zou er dan in je opkomen? Nou, als eerste de dolle griezen. Zomers, dakterrasjes vol. Ja, en dat je gewoon zo op deze manier de Poenerstraat in kon kijken. Ja. Veel te reden. Heel veel te reden. Ja, maar heb je ook wat. Maar het uitzicht is er wel, hè? Fantastisch. Stad en Ommeland. Ja. Ik ben er wel trots op, dit gebouw, deze plek. Het was altijd een beetje een vergane glorie, zo noem ik het maar even, waar die voor stond. De oude Nabelpassage. Maar dat is nu een beetje uitgewist en er staat een heel nieuw gebouw nu. En wat voor gebouw? Ik vind dit een van de mooiste gebouwen van stad. Dus hoe vaak ben jij hier uitkomen rollen? Ja, daar beneden. Blauwe Engel. Weet je dat? Wat vind je nou eigenlijk zo mooi aan deze stad? Het bruist. Er zijn altijd mensen hier op de been. Maar elk jaar opnieuw heb je een nieuwe aanwas van studenten. Ideeën, creativiteit. Maar daardoor heb je ook heel veel koffiezaakjes, broodzaakjes. Als bruisende vind je lekker het leven. Ja, dat houdt jezelf ook nog wel jong. En was dan die terugkeer die je dan deed voor je sportverslaggeving, was dat dan het kantelpunt uiteindelijk om terug te gaan hier naar Groningen? Nee, dat heeft zich wel langzaamaan opgebouwd. Alleen echt een kantelmoment in mijn leven, ja, zo zwaar wil ik het ook wel aandikken, is een theatervoorstelling geweest van Marcel Hensema. En ik zeg alsjeblieft, maar alsjeblieft die muziek. Dus ik ken van Pernosa. Ja, een hele goede acteur. Ja. Groninger? Groninger, ras echte Groninger. Maar ik heb een theatervoorstelling bezocht van Mijn Ede. Dat gaat over Ede Staal. Groningen. Onze volkszanger. Onze volkszanger, ja, nou mooi. Ik wou troubadour zeggen. Maar nog mooier. Ja, in ieder geval in Carré. Nou, dat is dichtbij. Ja. Haarlem, Amsterdam. Ja. Daar wilde ik heen, daar moest ik naartoe. Dus daar wilde ik heen. Dan ging ik heen met mijn vriendin en nog een goede vriend van mij. Die was toen ook op bezoek. En ik had hartstikke naar mijn zin daar. Totdat hij Mien Hogeland zong. Ah, ja. Ik ben de meus. Het is een doeventillende stroet, het is een oude bakkerij. Ik ben de grote boel plotsen, van waarvoor moest het zo naar mij? Het is de waard, het is de hoog. Dat raakte mij zo diep van binnen. Ineens kreeg ik allemaal tranen, bungelden over mijn wangen heen. Ik zat te snikken. Toen wist ik moet terug. Dat was in één keer een ingeving. Dus in dat moment? In dat moment kwam al die wat ik had opgebouwd, dat brak daar helemaal los. En ik had tranen en ik word er nu nog emotioneel van als ik het vertel. Dat is zo'n impact heeft dat op mijn leven gehad. Eén nummer, simpel nummer. Maar daarin wordt alles bezongen wat ik voel. Maar dat heeft mij zo geraakt. En toen op dat moment dacht ik, nou, ik moet terug. Want hoe hebben jouw ouders gereageerd op dit verhaal? Ja, die vonden het ook mooi dat hun zoon wel weer uiteindelijk terugkeerde. Nu hebben zij 2 kleinkinderen. Ik weet niet of we daar in het Westen dan zo snel kinderen hadden gekregen. Het is toch veel carrière maken daar. En hier kwamen we weer terug en alles was veel rustiger. Een baan, een huis. Ik ben niet gelovig, maar op zo'n moment denk je wel van, goh, zou er dan toch iets zijn of zo? Iemand die dat in seint of zo. Nee, in dit geval is dat dan Marcel Hensema geweest. Ja. Als je zoekt op Google naar Groningen, is de kans groot dat je
of de Martini-toren ziet of dit plaatje hier. Maar dit is ook prachtig. Ja, dit vind ik wel altijd echt een plaatje. Ja, maar dat zeg ik ook steeds. Het is ook wel moeilijk om dit onder woorden te brengen, wat je precies voelt. Ja, we zijn er. Proost. Proost. Leo, ik heb nog iets meegenomen. Dit kwam ik tegen in het westen van het land. Hey, young professional. Denk je dat zoiets kan werken? Zo'n terugroepactie? Ja, nou, wat ik net zeg, dat moet eigenlijk ook wel een beetje uit jezelf komen. Maar is het niet wel zo dat het wordt hier misschien in Groningen wel wat te veel nadruk soms gelegd op van, nou, als je carrière wil maken, dan moet je naar het westen. Ja, en ik trapte daar ook in. Ja, ik ben er bijzonder trots op dat ik dan nu ook weer voor RTV Noord werk. Dat maakt het voor mij wel af. De cirkel is rond. De cirkel is altijd rond. Nou, voor mij is hij nu. Voor jou ook nu. Voor mij is hij echt rond nu en af. Het klopt gewoon. Klare zaken. Ja, en als die lelielijnen dan komt, dan kun je nog makkelijker en sneller even naar de Randstad. En dan zo snel mogelijk met de trein weer terug. Ja, nee, zonder gekheid. Ik ben hier hartstikke gelukkig. Het is een doeverterende stroet. Het is een oude bakkerij. Ik ben de grote boer.